Hallo iedereen, en ik zit nu in een grot van een date. Het is niet een nieuwe area, maar de artsenworkshop is iets aan toegevoegd, zeg maar. Het is ook voor de mensen die voor trimcomp gaan, zoals ik. Je, hey, Velvet heeft een spider-like middel. Even krats, god, krats. Krats, Velvet op je spider-like middel, drop. Er zijn nieuwe rewards. Dat zal ik even laten zien bij artsenworkshop. Dus het is vier nieuwe. Want ja, ik had alles, maar nu dus niet meer. Dus ook ik moet hier aan de bak voor artsenworkshop. We hebben Canon Restocking, dus Restock Canon. Dat wil dus zeggen dat je Canon automatisch wordt herladen als je in de buurt bent en je cannonballs hebt in je inventory. Daarnaast heb je nog de Sword Order. Kun je zelf je zwaard kiezen als je ze houdt. Dus je hebt je keuze uit zwaarden. En als je de zwaard houdt, dan mag je kiezen. Het is niet zo, ik wil de zwaard weer inleveren. Je moet hem er per se houden. Soort polishing kit, als je die gebruikt, kan je zwaard niet kapot gaan. Ik wil dus niet zeggen dat het je niet lukt om 100% te halen. Want ik bedoel, je kan nog steeds te weinig slagen hebben. En ja, het is niet altijd op 100%, dus gewoon gaat niet meer stuk. En dan heb je nog een bonus package, daarvan krijg je gewoon ingots, nog meer ingots, nog meer ingots. Bonus XP en smitting en ook soort polishing kits. En ingots die je krijgt kunnen niet veranderd worden in ores. Nou, om respect te krijgen, dus daarmee treed je. Voor iedere 10k XP die je traint, krijg je 1%. Dus ja, dat duurt wel even, kan ik je zeggen. Dan laat ik even in ieder geval de ceremonials voor het een keer zien. Nou, de plans. Het is allemaal een beetje gerefixed, een beetje makkelijker gemaakt en zo. Ook nu, ik hoef mijn enkel niet meer te heaten. Het gaat allemaal nu vanzelf. Zie je, het is meteen bam. Ik zie dat ik een mooi zwaardje heb. En oh, wacht. Het gaat al goed. Ik moet hem op hard zetten natuurlijk. Hard. Hard is 0 tot 5. Je weet nooit hoe ver. Dus 4 had het een beetje risico. Maar 5 kon weinig voor. Voornamelijk 4 en 3. Medium ga ik nu gebruiken. Dat is 1 tot 3. Oh, ik kan trouwens hard gebruiken. Ik zie nog een 4. Als je 4 ziet, mag je hard gebruiken. De kans dat je 5 hebt is klein, maar zoals je ziet, het kan. De rates zijn ook een beetje getweakt, dus misschien is het nu veranderd en heb ik gewoon superveel pech. Ik zie nog een 4. Laat ik ook eens gaan proberen. Zo. Nou, dan de Albu 3 is over. Gebruik een medium. Maar medium is 1 tot 3, dus dat is altijd een beetje riskant. Dan ga ik nu de soft eerst gebruiken. Dus nu ga ik eerst 1's doen. Als dus overal nog eentje bij moet, gooi ik soft. Soft is 0 tot 2. Waarbij 1 echt bijna altijd 1 is. Bijna altijd. Kun je echt zo'n beetje altijd wel vanuit gaan. Je hebt nog careful, maar dat kost 2 cooldown. En dat is altijd 1. Dus ja. Maar goed, eerst doe je deze eens. En dan gaan we tellen. Want ik moet... Oh wacht, hier moet ik ook nog eentje. Oh, zie je, heb ik het toevallig een 0. Dat kan. Dat kan. Het is ook een beetje gebaseerd op smitting level, hoe het zit. Dus nu heb ik 2, dat is eigenlijk het grootste risico. Dat is van medium. Van medium is toch het meest geneigd om te veel te doen. En ik heb 7 over. En het zijn 4 slagen. Nee, dus eigenlijk kan ik al bijna met careful alles oplossen. Dus nu heb ik nog 3 slagen, 3 over. En ik heb 6, zeg maar. Dus ik kan nu alles met careful doen. En dan heb ik net geen perfect helaas, omdat ik hier pech had met de 5. Maar ja, voor de rest is hij perfect. En ik krijg waarschijnlijk quickscore. Hoppa, 98%. Zal ik nog eentje voldoen, even laten zien dat het heel makkelijk is om toch... Nee, niet 25. Ik wil nog één. Eentje. Nog één keer voldoen, dus nog een keer. Get plans. Voor de burger armor is gewoon weer de armor volgen en... Je weet het zelf. Ik doe graag ceremonie als sport. Want dat gaat, als je het goed kan, gaat het sneller. Dus vind als bij de punt hard. Dus bij 4 of hoger. Bedenk trouwens wel, als iets meer dan 6 is ingebogen, dus 7 of 8, gaat het stuk. Behalve de punt. De punt is 8 het maximale. Zit je boven de 8, dan gaat het zwaar stuk. Dus dan is je gewoon weg en heb je pech. Dat rijmt, weg pech. Dus ja, 7 is altijd een beetje vervelend. Sowieso.
die wil je altijd het liefste ook doen met careful, indien mogelijk. Want als je dan toevallig getweet, is je zwaard meteen stuk en dan verlies je alle XP. Ook als je perfect haalt, krijg je 20% XP en bonus. Dat is redelijk wat. En zoals je ziet gaat dit nog goed. Medium, want ik heb nu 3's. Dus dan gaan we de 3 doen. En deze ook. Ah, jammer. Nou, overal waar nog eentje bij moet, dan gaan we het nog even doen. De 2 is het meest risicovolle. En dan pas gaan we tellen. Die. Dan hebben we die. En dan hebben we die. Dus ik heb 15 over. Ik heb 1, 2, 3, 4. Het is 8 al van, van deze eerste 4. 8. Dan heb ik hier 10. 11. 12. Dus dat zou ik moeten redden. Dus ik zit goed. Ik zit goed gebakken. En heb je dat niet, dan moet je dus op die 2's moet je medium gaan gokken. En hopen dat het niet fout gaat. Dat is het eigenlijk. En dus ook zo aantal ceremonial swords mag je houden. Als je die perfect maakt, zou ik altijd interessant om te doen. 8 en ik moet er nog. Ik moet er nu nog 4. Ik moet er nu nog 3. Dus nu kan ik alles met careful doen. Dus weet ik sowieso nu dat ik een perfect haal. Dus zie je dus dat perfect halen vrij makkelijk is. Als je precies snapt hoe het werkt en dan ook smitting level hebt. Dus woehoe! Je soort is nou perfect. Als je colon op is, dan houdt het ook op en dan is het je waard zoals het is. En quick score. En oh! Ja! Oh, hij wil hem niet meer. Wil jij het zwaardje hebben? Tuurlijk wil ik het zwaardje. Oh, ik kan ook het offhand versie vragen. Dus heb ik ceremonial sport 3. Dat is trouwens een reward dat je kunt ontlokken, dat je die zwaardje kunt houden aantal. Dit is gewoon een iron sword. Free to play, is je ook te gebruiken. Niet tradable, jammer genoeg. Kijk maar, examen. Er staat geen prijs bij. Maar altijd wel leuk om te hebben. En ja, dus dit is een beetje een update. Let op, er is nog een ninja fix wat ik belangrijk vind om te melden. Als je een soulstone hebt van Goldorst Dungeon, van de hardmode boss. Die doe je maar opladen als je een hardmode boss killt. Kalenor laat het nu ook op bij de gewone Goldorst Dungeon boss. Maar dan moet je 5 keer killen en dan heb je 1 charge erin. Dus stel, je kan 200 kills maken in een trip. Dan kun je altijd in 1 keer doorlopen voor de volgende trip van 200 kills. Dat is logisch. Neem ik aan. Dus even wel handig om te melden. Succes met dit doen. Ik heb alweer 1 respect verdiend, zo te zien. Je moet ook proberen die pipes hier te doen. Voor iedere 4 pipes krijg je ook 1% respect erbij. Ik denk wel, je kunt niet meer dan 100% respect hebben. Dus als je 100% hebt, meteen nieuwe halen. Meteen een reward halen. Dus zorg dat je niet denkt van, oh, ik ga meteen voor de 550%, 590% zo ik alles kan halen ofzo. En soms komt een imp langs en die kun je kapot maken. En iedereen weet, een imp kan een champion skull droppen. Dus iedere keer als je dit doet, hoop je dat. Dat doe ik echt al zo lang, maar het is nog nooit gelukt. Dus ook nu heb ik weer pech. Of ja, geen geluk is het eigenlijk. De kans is klein. Succes! Achter de workshop, upgrade iets.